weghaal. Hey, dit is niet jouw drumstel, toch? Nee, dit is het oude drumstel van Norman, van Bluff. Echt waar, ja? En waarom is dat gewoon oefenmateriaal of zo hier? Nee, dat staat hier voor de jam sessies. Ze hebben hier zo één keer in de maand een jam sessie. Ah, oké. Okay. En Bluff heeft dat hier zo neergezet. Maar jij herkent hier duizenden? Tuurlijk. De Pearl, de oude grijze finish. Oké, nou, mooi. Ja, dat is wak. Hey, maar jij bent dus de drummer van Peer. Ja. En Peer speelt morgen in de spot. Ja, in de spot, hier zo. En is het nou de afsluiting van de tour of het begin van de tour? Het is de afsluiting van onze tour. Ja. Ja, omtrent ons album wat we gereleased hebben in januari of in februari. En dat sluiten we natuurlijk af in onze hometown. En hoe is die tour geweest? Want ik zag dat jullie zijn in Paradiso geweest, maar echt door het hele land gingen, toch? Ja, een beetje door, eigenlijk door het hele land geweest. Paradiso gestart, dat was helemaal vol, dat was te gek. En zo het hele land door geweest en gewoon veel... toffe optredens gehad. En trek je dan overal volle zalen of zijn er ook nog gebieden waar je nog aan moet werken? Het oosten is nog... onontgonnen. Nou ja, dat is dat. Daar moeten we nog. Daar valt nog veel te winnen. Maar in het westen en het zuiden staat het meestal wel lekker vol. Dus dat is, En het gaat wel goed met de band toch gewoon? In het algemeen? Ja, we doen ons ding. Het gaat lekker. We treden veel op. Overmorgen gaan we meteen weer verder met de festivals. Dus, het hele festivalseizoen. Speel je ook op Zeeuwse festivals? Ja, Constantie. Oké, okay. Oh, dat is gelijk een flink ook. Ja, tuurlijk. Dan ook op de mainstage? Nee, niet op het mainstage. Op het Umoja, het kleinere podium. Nou, maar ja, daar heb je toch flink publiek daar ja, staan. Tuurlijk. Zijn 60.000 man of zo, toch? Ja, zoiets. Ik weet het ook niet precies. Maar, ja, dat is mooi. Dan kan je lekker doorpakken. Hey, en morgenavond nog wat bijzonders? Gaan jullie nog gekke dingen doen? Ja, tuurlijk. Maar ja, dan moet je maar komen kijken. Ja, precies. We gaan wel even wat speciale dingetjes uitpakken voor onze hometown, voor onze Middelburgers. Dus dat, en je hebt ook nog een support act, toch? Ja, een Belgische band, The Lighthouse. Okay. En dat is wel een tof bandje waarbij we samen gewoon optrekken en zo. Dus dat is wel een leuke band. Het wordt gewoon een mooie avond morgen. Ja, zeker weten. Nou, super. Dankjewel voor je tijd en tot morgen. Geen probleem, tot morgen.